Het politieke jaar zit er bijna op, maar het belangrijkste dossier moet nog worden besproken. De kadernota. Daarin wordt het beleid voor de komende jaren uitgestippeld. En dus proberen partijen nog een stempel te drukken op allerlei maatregelen. Of het nu gaat over de bezuinigingen op zorg en welzijn, de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het onderhoud aan wegen en parken of de armoede in de stad. Welkom bij Studio Stadhuis. Het lijkt erop dat de kadernota op een politieke meerderheid kan rekenen. Al zijn er wel flinke zorgen over wat de gemeente nog op zijn bordje krijgt de komende jaren. Want er is steeds minder geld te verdelen, terwijl Eindhoven er van het Rijk veel meer taken bij krijgt op het gebied van zorg en welzijn. Wat je nu ziet is dat de groep die afhankelijk is van zorg extra getroffen wordt. Mensen moeten meer eigen bijdrages betalen, hogere eigen bijdrages betalen. De ziektekostenverzekering gaat omhoog, dat wordt minder vergoed. Wij willen inzichtelijk hebben wat deze mensen allemaal voor de kiezer krijgen. Wij denken dat veel mensen met een chronische ziekte of een handicap ook een laag inkomen hebben. En wij zijn heel bezorgd dat deze groep onevenredig zwaar getroffen wordt. Er komen meer taken naar de gemeente, voor soms minder geld. 25 miljoen is ingeruimd om te zorgen om dat op te vangen. Is dat genoeg? Ik denk, eerlijk gezegd, als ik ook andere gemeentes hoor, nou, dat wij wel een behoorlijke risicovoorziening hebben met die 25 miljoen. Ik denk niet dat er genoeg is. De toekomst zal dat wel uitwijzen. Ik kan nou wel zeggen, het is niet genoeg, terwijl het misschien wel genoeg zou kunnen zijn. Maar als je ziet wat het allemaal gaat kosten en wat er allemaal van de mogelijkheden ook op onze stad neer worden gelegd voor zware problemen, dan is 25 miljoen is volgens mij niet genoeg. De SP vindt dat de zorgsector vooral ook goed naar zichzelf moet kijken. Want er is steeds minder geld om mensen te helpen, maar tegelijkertijd gaan bestuurders er met een topsalaris vandoor. Dat moet een keer afgelopen zijn. De bestuurder die 7 weken heeft gewerkt bij de Zuidzorg, zij heeft een bedrag gekregen waarvoor een thuishulp 7 jaar kan werken. Ja, dan denk ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Nou ja, die vragen stel ik mezelf ook. Wat ik wel zie is dat het ontzettend moeilijk is juridisch om het aan te pakken. De gemeente heeft het geprobeerd, bijvoorbeeld bij Novodek Kentron, waar een bestuurder een salaris heeft boven de balken en de norm. En heeft de rechtszaak verloren. Dus wij hebben weinig instrumenten in handen om dat te kunnen doen. Maar het is niet alleen de zorgsector waar de klappen kunnen vallen. Door alle bezuinigingen vanuit Den Haag dreigen er ook steeds meer mensen financieel in de knel te komen. Het ouderappel vindt daarom dat Eindhoven veel meer moet doen aan armoedebestrijding. En is daarom boos op coalitiepartijen VVD en PvdA. Die moeten er iets aan doen. Partij van Arbeid en VVD moeten daar iets aan gaan doen. En er zal gezamenlijk een stem in Den Haag moeten laten horen. Om daar de mensen wakker te schudden. Want daar lopen ze rond. Ik ben er zelf in de Tweede Kamer geweest. En ze zien gewoon de problemen van mensen niet. Ik denk dat als er iets is wat je dit college niet kunt verwijten, dan gaat het wel om armoedebeleid en WMO. We hebben daar niet alleen voorkomen dat er wordt bezuinigd, maar we hebben het zelfs geïntensiveerd. Dus we doen op allerlei fronten een hele hoop, maar we krijgen er ook nog een hele hoop bij. En wij moeten heel scherp zijn dat daar groepen niet de dupe worden van rijksmaatregelen. Waar wij straks verantwoordelijkheid voor dragen. Nou, in ieder geval hebben we heeft het college de reserveringen gemaakt. En denken wij dat die reserveringen ook voldoende zouden moeten zijn om onwenselijke situaties te voorkomen. Of in ieder geval te zorgen dat mensen echt in armoede wegzakken. Bezuinigen betekent ook scherpe keuzes maken. Dagelijkse kost voor de Eindhovense politici. Maar wat voor keuze zou u maken als het geld maar 1 keer kan worden uitgegeven? Als u een keuze zou moeten maken, er is 1 potje, kunt het maar 1 keer uitgeven. Of het potje voor betere leefomgeving, meer groen, minder afval. Of dat geld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Wat zou uw keuze zijn? Mijn keuze zou voor de werkloosheid zijn. Ja, minder werkloosheid. En de jeugd moet ook aan de slag komen. En dat is heel moeilijk. Er komen zoveel van de school af en die kunnen niet verder. Waarom dat geld dan niet voor die aanpak van de leefomgeving? Ja, daar wordt toch al veel aan gedaan. Zou ik denk toch gaan kiezen voor meer groen op straat, vuil op straat. Want het oog en ook het aanzien van een stad. En vind ik toch wel belangrijk dat het gewoon lekker schoon is. Als u zou moeten kiezen, enerzijds extra geld voor mensen aan de onderkant, armoede. Of extra geld voor de aanpak van de leegstand in de stad. Wat zou uw keuze zijn?
extra geld voor de onderkant van de samenleving. Dus bestrijden van armoede, maar wel op een actieve manier. Dus niet de mensen afhankelijk maken van extra geld. Nee, juist in hun kracht zetten dat ze hun leven ook zelf weer in de hand kunnen nemen. En waarom niet die leegstand, dat extra potje? Ja, kijk, het onroerend goed zit natuurlijk bij een aantal partijen. En die hebben in het verleden al heel erg goed gehad. En als ze goed gehandeld zouden hebben, dan hadden ze ook nog wel wat extra nu achter de hand. Dus daar heb ik niet zo'n medelijden mee. Ik zou zeggen aanpak van de leegstand. Als je leegstand aanpakt, dan komt er activiteiten in. En dat heeft dan weer impact op de werkloosheid. Daardoor komen mensen weer aan hun baan. Dus daarmee pak je denk ik beide dilemma's. Als het gaat over die leegstand in de stad, zijn de raadsleden nog niet echt tevreden. De PvdA vindt dan ook dat er meer moet gebeuren om die leegstand van winkels en kantoren aan te pakken. Het blijft een hardnekkig probleem. Daarom introduceren wij nogmaals het idee van de verwijderingsbijdrage. Bij vertrek van bedrijven blijft vaak een leeg kantoor over wat vervolgens een maatschappelijk probleem gaat worden. Verpaupering. Idee om verder uit te werken om een bijdrage te vragen om het pand ook te verwijderen, zoals dit ook bij vele witgoedproducten doen. Wij vinden het nog steeds een slecht plan. Want denk je niet inderdaad dat een verantwoordelijkheid is vooral voor de eigenaar. En als die eigenaar dat gebouw wil verkopen aan een willekeurige andere partij, dan moet dat kunnen. Als die eigenaar daar een andere bestemming mee heeft en dat past binnen het plan, het bestemmingsplan dat er ligt, dan moet dat kunnen. Die vrijheid moet u die burger geven. Of die ondernemer. Ja, maar als het niet verkocht wordt, blijven staan, verpaupert het en het is leegstand. En dan is het een probleem voor de stad. Voorzitter, ik kan mij 100% aansluiten bij wat de heer Teeltse zegt. Het is een beetje een absurd idee om staatsgeld te betalen of verwijderingsbijdragen voor onroerend goed. Dank u wel. D66. Ja, voorzitter, we hebben ook onze grote twijfels bij de effectiviteit daarvan. Met name wat het doet met het vestigingsklimaat van je stad. En is het dan nog wel aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen? En volgens mij heeft onderzoek uitgewezen dat het in Tilburg ook niet effectief zou zijn, maar dat weet ik niet zeker. En dan het onderhoud van wegen en groen in de stad. Daar was te weinig geld voor de afgelopen jaren. De gemeenteraad is dan ook blij dat daar nu extra geld voor vrijkomt. Bomen die plant je uiteindelijk voor je kinderen. Als wij niet regelmatig ervoor zorgen dat ons groen bestand vervangen wordt, dan heb je uiteindelijk een stad met doodgroen. En daarvoor moeten we natuurlijk wel waken. En daar is geld voor nodig. Het is nu aan de partijen om met voorstellen te komen om nog iets te veranderen aan alle beleidsplannen. Eind deze maand wordt er een definitief besluit genomen over de kadernota. En dit was Studio Stadhuis. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.